Vandaag een keer geen bouwplaats, maar de Nederlandse kampioenschappen wielrennen op de Vanberg. Bijna alle grote ploegen en bekende renners zijn vertegenwoordigd en uiteraard ook ons eigen Volker Wessels Cycling Team. De talenten onder 23 zijn vanmorgen vroeg begonnen en de eliteploeg gaat vanmiddag van start. Ik ga hem vandaag intensief volgen en te beginnen met het ontbijt. We beginnen met het ontbijt. Daarna gaan we straks rond 11:30 gaan we naar het NK toe. We hopen natuurlijk bij te zitten dat een kleiner groepje wegrijdt van een mannetje of 8. En dat we daar met 2 man bij zitten, zodat we kunnen anticiperen en de finale overleven. En dan hopelijk top 5 rijden en misschien zelfs podium. Ja, super vet dat Max belofte kampioen wordt. Ik zag net al een fotootje dat hij de rode blauwe trui aan heeft op het podium. Ja, ik denk dat dat voor ons wel een extra motivatie is om er nog een schepje bovenop te doen en echt er vol voor te gaan met z'n allen. Ja, super mooi om het vandaag op zo'n dag af te maken. Het kampioenschap is altijd iets speciaals en super mooi omdat het hier allemaal op zijn plek valt om hier die nationale titel te pakken. Volker Wessels Cycling Team is eigenlijk voor jonge, talentvolle renners een springplank om de top te bereiken en daarmee een droom te realiseren. En wij proberen ze met die droom verder te helpen en zo goed mogelijk daarin te begeleiden. Na regen komt zonneschijn en wat een fantastische dag heb ik gehad. Talent, niveau en wat de prestaties. Ik ben fan en ik blijf onze ploeg zeker volgen.